We zijn hier vandaag op Scheveningen en ik heet u weer welkom voor aflevering nummer 11 van Haagse Dingen. Laat een van onze reporters na het maken van de reportage in de Torenstraat te genieten van een lekker broodje. En wat gebeurde er toen? Come on.
Op zaterdag 31 december hebben we voor u een leuk programma samengesteld. Speciaal als alternatief op de kerst. U kijkt toch ook? Misschien kent u hem al. Hij was al eerder bij ons te gast, Jeffrey Bonnet. We zijn een dagje met hem mee geweest naar de studio in Hilversum. We zijn hier vandaag bij Omroep Max. En we zijn hier omdat Jeffrey Bonnet met Jan Hillebrand is uitgenodigd om daar een muzieknummer te spelen en te zingen. En een interview te geven bij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tieneke. Zeggen. Kom eens even hier. Ja, dat is grappig. En welk kleding is dat? Heel lang geleden. Nou, en jas. En hoe is het een beetje? Vertellen waarom je jas redelijk. Kast hebt. Okay. Je kan nou, hier opnemen. Ik vind het hartstikke leuk. En je weet helemaal niks van. Robert Schumacher. Ja. Nee. Oh. Nee, maar het is wel 20 jaar geleden. Goedemiddag. Hallo. Sabrina. Hallo, ik ben Jan. Ja, dag Jan. En dit is ter promotie, Moet ik jou gaan verbeteren? Nee, ter promotie van die nieuwe theatershow. Nieuwe theatershow, en die 7 december in Den Haag wordt gegeven. Er zit naast me de pianist, die hoort u niet praten, die gaat straks spelen. Maar daarnaast zit Jeffrey Bonnet. Hij is zanger en 25 jaar geleden trad hij in mijn tv-programma op. En toen heb je toen een Edith Piaf nummer gedaan? Ja, toen begonnen bij Henny Huisman. Ja. Een grote ontdekker noem ik het maar. Het is nog steeds een hele fijne collega die ik nog steeds regelmatig ontmoet. En bij Henny deed ik de Piaf act. Ja. En toen kwam ik bij jou en toen had jij in de... Inmiddels Wim Ibo gesproken en heel veel mensen die dus verbijsterd waren. Ja, jij zat trouwens in de jury van mijn uitzending in de Zoutnieuw Show. Ja. Nou, kijk, je hebt een heel smal, goed gezicht. Hmm. En je hebt nou een petje op je hoofd. Ja. Maar datzelfde gezicht, daar kun je ongelooflijk veel mee doen. Ja. En een enorme mimiek. Ja. En jij geschminkt als Edith Piaf was echt adembenemend hoor. Ja. En dan nog je zingen. En dan nog je zingen, ja. In het begin weet ik nog, deed mee toen aan de playback show was. Ja. En later was het de soundmix show. En die twee acts mocht ik dus bij uitzondering doen. Ja. En toen zat jij daar met onze gewaardeerde collega Karel Prior en Josine van Dals. Oh ja? Ja, die zat er toen ook in. Nou ja, is in ieder geval heel lang geleden. Heel lang geleden. We worden oud. Wij worden oud. Je woont nog steeds in Den Haag, Jeffrey. Ja, nog steeds, ja. En je hebt in mei van dit jaar, uit handen van de wethouder, de stadspenning en het ereburgerschap van de gemeente Den Haag gekregen. Ja. Voor 35 jaar vrijwilligerswerk. Ja. Ik heb hem. Oh, is dat hem? Ja, dat is hem. Ja. Wat doe je allemaal? Ik doe in Den Haag heel veel voor organisaties, welzijn, voor verstandelijk gehandicapten, te veel om op te noemen. Ja. Maar met heel veel plezier gedaan. Dus ik heb, als je er een onderscheiding voor krijgt, dat is het niet mis natuurlijk. In 2007 heb ik toen met Winnie van Dijk het programma Heel Rond Helpt, heb ik toen €35.000 opgehaald voor de verstandelijk gehandicapten. Nou kijk. Kijk, dat is een onderscheiding waard. Ja, en dat was een prachtig programma en ook een dankbaar programma. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan de hoge duinen en witte vlokken schuin
uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Noorse vloed beukt aan het zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlakke land. Dat deed je heel mooi, Jeffrey. Dank je. Ja, het is een beetje, ik kan wel kloppen in mijn eentje, maar dat klinkt zo... Kusje mag ook. Ja, maar. Nou, ga zitten. ik denk dat het een mooie voorstelling is, met al die brilnummers. Ja, het is een hoofdzakelijk bril. We hebben er later toch een aantal nummers aan toegevoegd van Ramses Safi, ja. Toon Hermans en Wim Sonneveld. Omdat het in mijn gevoel ook een aantal mensen zijn die tot die grootheden behoren. Ja. Jeffrey Bonnet, hoe heb je het gevonden bij Tineke? Geweldig, ja. Ik heb net zoals 25 jaar geleden eigenlijk, de eerste televisieuitzending van Tineke. Heb ik even leuk ervaren eigenlijk als 25 jaar later. Het was geweldig. En de live opname, de live uitzending eigenlijk, met het liedje Mijn Vlakke Land, met samen met mijn oude getrouwe pianist Jan Hinderbrand. Ja, dat was geweldig. Het klonk heel mooi. Ik heb hier Jan Hinderbrand, die heeft jou begeleid. Hoe heb jij het gevonden, Jan? Nou, een vlakke land was nog nooit zo vlak, moet ik zeggen. Ja, dat ging heerlijk om te doen. Goede vleugel die daar stond. Dus ja, prima. Maar jullie hebben nog eerst een soundcheck gedaan? Ja, dat kwam omdat ons was verteld dat de vleugel misschien niet helemaal goed gestemd zou zijn. Maar dat was een vergissing. Hij is vorige week nog gestemd. Dus deze eigen piano, die hebben we voor niets meegenomen. Nee. En ja, die moet straks weer op de terugweg iemand even tussen de benen houden. Ja. Maar ja, goed. De stemming zag er goed in. De stemming zag er wel goed in. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon. En elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n Japon. Wanneer de eerste spelen in de of dan binnen het veld in juli zonlicht beeft. Wanneer de zuidenwind er schatert door het graan. Dat zijn we allemaal. Naar musical of naar theater gaan is voor heel veel stadsgenoten eigenlijk gewoon niet op te brengen. Maar dan is het wel leuk om te zien dat er nog mensen zijn die samen met de buurtbewoners, jong en oud, een musical bedenken. En ook nog opvoeren. We zijn vandaag de gast in het nieuwe Laaktheater. We hebben net een leuke voorstelling gezien en een van de organisators die staat naast mij, dat is Debbie. Debbie, kom er even bij, want dan kan mensen thuis kunnen die ook zien. Hoe is deze voorstelling ontstaan? We hebben elk jaar een eindvoorstelling met het Jazztheater. En aan de hand van wat populair is, een beetje qua liedjes, bekijken we welke voorstelling het wordt. En dit hebben we dus Papa Pierre gespeeld, een soort remake van Mamma Mia. Wow.
Zit hier met een hele trotse moeder. U heeft ook iemand meespelen in deze voorstelling? Ja, mijn dochter van 5. En die heet Destiny. En wat vindt u ervan dat ze dat dit allemaal doet? Heel leuk. En ook heel leuk om naar te kijken, ja. Je schoot helemaal vol. Hoe lang doe je dit al? Volgend jaar is dit mijn 10e jaar. En dan is het 5 jaar onder Jazztheater. Dus wat we zelf hebben opgericht. Wat ik heb opgericht. Dan heb ik de voorstelling gezien. En ik heb echt het idee dat de kinderen hebben en het hart en ziel zitten ze erin. Hoe is dat ontstaan? Het Jazztheater is eigenlijk ontstaan omdat wij vonden dat er te weinig amateurdansscholen waren die ook kinderen accepteren die het minder goed kunnen. Tegenwoordig zie je veel programma's, So You Think You Can Dance, Dancing Queen. En er worden heel veel eisen gesteld aan het niveau. En ook bij amateurscholen werd dat steeds meer gevraagd. Hè? Is een kind goed genoeg? Ziet er een kind qua uiterlijk goed genoeg uit? Dan moesten ze auditie doen om mee te mogen doen. Nou, daar ben ik fel op tegen. Dus toen dacht ik, dan doe ik het zelf wel. En het enige eis die wij hebben is dat ze plezier moeten hebben in wat ze doen. En vandaar dat die kinderen zo stralen en dat het er echt uitkomt omdat ze het leuk vinden en niet omdat het moet. Ik sta hier met een hele groep van de kinderen die meegespeeld hebben met de voorstelling. En we gaan eens even langs. Wie zijn dit allemaal? Wie ben jij? Ola, Han, Tanik, Sarah, Christel van Egmond. Wat vonden jullie ervan om vandaag aan deze voorstelling mee te doen? Wat vonden jullie ervan? Ik vond het heel leuk, ja, en leerzaam. Ik vond het heel spannend en ik vond het ook heel erg leuk hoe de kinderen ook doen, tegen elkaar ook. Ben je met zo'n voorbereiding bezig, ook thuis? Thuis eigenlijk weinig, want ze oefent alles op de dansschool, dus dat gaat helemaal goed. En wil ze ook dan in dit vak verder? Dat weet ik niet. Ze is gek op dansen. Dus als ze muziek hoort, vindt het heel leuk om te dansen. En ja, wat ik aan deze voorstelling leuk vind, is van jong tot oud. Het maakt niet uit of ze wel of niet goed kunnen dansen, hoe oud ze zijn. Maar alles doet mee en dat maakt het leuk voor de kinderen ook. Wauw, nee, dat gaan we alleen maar samen kotsen. Dat doe ik ook, alleen maar. Annick, waarom ga je met eerst en met de beste? Hoe ziet het financieel? Hoe komt dat allemaal bij elkaar? Nou, heel moeilijk. Onze contributie is maximaal 11 euro per maand. Dan heb je 1,5 uur les per week. En we hebben een club van 25. Die heeft Corine voor mij opgezet. Dat is onze PR-medewerkster. Of bestuurslid ook. En dat zijn, zal maar zeggen, familieleden en vrienden die 25 euro per jaar doneren om onze voorstelling te kunnen verantwoorden. Dit jaar hebben we ook een bijdrage gekregen van Fonds 1818 onder de 24. Alleen volgend jaar ben ik niet meer onder de 24, dus dan kunnen we dat niet meer aanvragen. Dus dan moeten we maar verder kijken of het haalbaar allemaal is. Wat vonden jullie ervan? Heel leuk. Ik vond het leuk en gezellig. En hoe lang hebben jullie geoefend voor dit? Weten we niet. Weten jullie dat niet? En jullie, weten jullie dat wel? Een halfjaartje volgens mij. Ja. Want we beginnen eerst met dansen en daarna krijgen we, na de herfstvakantie, krijgen we het script mee en krijg je een rol. Oh,
Nu kijken er misschien, ja, ik weten we nooit zeker, een grote producent mee, die bekend is met al die hele dure musicals. Ja. Zou hij eigenlijk dit soort activiteiten niet moeten sponsoren? Nou, graag. Ik vind dat iedereen moet het recht hebben en de kans kunnen hebben om dit soort dingen te kunnen doen. En niet iedereen heeft evenveel talent of evenveel mogelijkheden om een show als bijvoorbeeld Mary Poppins neer te zetten. Maar ook dit soort shows maken het juist leuk. En breder, dat het voor iedereen toegankelijk is. Dus als er iemand kijkt, we hebben een sponsor nodig, alsjeblieft. En willen jullie ook echt beroemd worden, net als echte musicalsterren? Ja. Misschien. Ja. Misschien. Nou, misschien kijken de mensen mee, word je misschien wereldberoemd. Oh, dit was alweer de laatste aflevering van Haagse Dingen 2011. Maar niet getreurd, we gaan vanaf 7 januari gewoon weer verder met Haagse Dingen. Doe de groet aan Sinterklaas, Zwarte Piet en natuurlijk heel erg voorzichtig met vuurwerk allemaal. Dus, tot volgend jaar.